Wij ontvangen de laatste tijd aparte verhalen over Dani, de vrouw van Jeroen van der Boom. Bronnen rondom de familie melden ons namelijk dat Dani voor veel spanningen zorgt tussen Jeroen, vrienden en familie. Dani zou situaties compleet. Jeroen gelooft zijn vrouw altijd en dat zou hem al vaak in de problemen hebben gebracht. Hierdoor zijn er veel mensen die niets meer met het stel te maken willen hebben. We horen ook dat Dani zich bemoeit met het werk van Jeroen programmamakers en producenten vinden haar. het gaat zelfs zover dat wanneer Jeroen weer mee mag doen met een programma, producten flink de tering in hebben. Dan krijgen ze weer met haar te maken. Jeroen heeft wel eens toegegeven dat hij soms flink uit zijn plaat kan gaan. Hij wil niemand beschadigen, maar is wel ontzettend streng. Volgens de zanger kan hij in zijn vak ook niet alleen maar leuk en aardig doen. Helaas staat Jeroen er niet zo best op. Juist de deelde de uitspraken van de zanger en werd overladen met berichten. Iemand liet weten dat hij de grootste slang van Hilversum is. Standaard arrogant en onaardig tegen de crew achter de. Het is ook niet voor het eerst dat Dani kritiek krijgt. Zijn vrouw is net zo. Een tijdje geleden belde zij naar mijn werk, omdat ze iets bij ons wilde huren. Nadat ze door had dat ik niet wist wie ze was, zei ze: Weet jij niet wie ik ben? Volgens de bron wil Dani heel graag laten weten dat ze de vrouw van Jeroen van der Boom is.